aviation student, the 25-year-old. His brakeman, Igor Brink, is a business student. This is their first ever World Cup race. Coached by Edwin van Kalk, who just retired at the end of December, and Mikel Cerizet, who drove for France and Belgium. 5.08, that's not a bad start. Pretty impressed with these guys when they came in for their headshots. You know, they're following in the footsteps of Edwin van Kalker, the Dutch program. The Dutch, their number one sport in Holland in the winter is speed skating. But this is the second sport, a nice high sport right here. Well, now that's an ugly run down the straightaway. We might have expected that in the first heat. Now, unfortunately, it popped up in the second where he's going to do more damage because he's going to drop down the order. Yeah, but this is okay. This first World Cup, real positive. Well, now this Eurotech sled has got speed at the bottom. Look at that, 116. That's the third best speed we've seen. He's back up to third place. Going to be in front of Lamin Dean. So guaranteed no worse than an 18th place finish in his first World Cup start. Not bad. 51.98 in the first run, 52 flat in the second run. In a field of 25 to make the cut in the snow on his debut, that was a major victory. That's two good runs from the Dutch guys. Impressed with these guys. Accelerating. 25-year-old aviation student Jurjan Wesseling and a business economics student behind him, Igor Brink, 27. Both started in the 2010-11 season, sliding for the Dutch. With the time of Edwin van Kalka. Second string driver now moving to Canada. Jurjan Wesseling suddenly finds himself as Netherlands number one. Not bad start speed, considering the start time. Skip was pretty impressive last week at Gorenson. His debut. And he seems to have inherited the same smiley nature of Edwin. Very, very. All the Dutch athletes that came in last week, very positive to see the new generation of Dutch bobsledders come forward. And Edwin van Kalker to establish the sport. Nice exit, a little flop off telephone, but look at the speed. Good speed in this. He did this last week at Koenigsegg, coming late in the run. Well, they're getting good backup from Eurotech, who are supplying sleds to the Dutch as well as the Canadians. It's pretty good. Vim, the boss of Eurotech, of course, is a Dutchman, so very proud of his own nation. 142.1. Top 12. This is a very nice looking run. Jurjan Wesseling in 13th place. Woo! That's great. De Nederlandse bobsleiers zijn dit seizoen helemaal opnieuw begonnen. In de marge van de marge. Zonder steun van NOC-NSF, zonder succespiloten Esmee Kamphuis en Edwin van Kalker. Maar met twee nieuwe jonge bobteams die een gooi willen doen naar succes. Op dit moment doen ze in Winterberg mee aan het WK. En ook daar werken ze stap voor stap aan hun toekomst. Voor ons onze eerste keer, dus we zijn vooral lekker aan het genieten en ervaring op doen op een groot evenement als deze. En we zijn tevreden met hoe het nu gaat. In eerste instantie hadden we niet eens het budget om hier naartoe te komen. Dus het was gewoon massa dat het alsnog gelukt is. Maar een top 20 zou gewoon heel mooi zijn. In het Duitse Winterberg doet Nederland met een nieuwe generatie mee aan het WK bobslee. Alleen zo nieuw zijn de twee piloten nou ook weer niet in de bobsleesport. Privé zijn ze overigens een liefdeskoppel. Jurjan Wesseling is 25 jaar en in 2010 begonnen. Marije van Huygenbos startte haar bobslee-avontuur ook 5 jaar geleden. Zij is 21, maar voor bobslee-begrippen zijn ze nog echt jong. Ik denk vooral dat sommige piloten die hier deelnemen al 36 of ouder zijn. En ik was 21. De ervaring die zij al hebben, die 10 of 20 jaar die zij al meedoen, dat heb ik gewoon nog niet. En dat mis ik gewoon nog ten opzichte van hun. Door gebrek aan geld kan er amper geïnvesteerd worden in het Nederlands bobsleeën. Elk dubbeltje wordt omgedraaid. En alles moet zo goedkoop mogelijk. Er is geen bondscoach, geen fysiotherapeut. De Nederlandse eigenaar van dit hotel in Winterberg biedt de helpende hand. Hij verhuurt de bovenste verdieping aan de Oranjebobbers met WK-korting.
Dit is eigenlijk de luxe week tot nu toe. Die luxe zijn wij zeker niet gewend. We hebben eigenlijk gewoon voorheen bijvoorbeeld in Zwitserland in een appartementje gezeten. Waar normaal 6 man in kan zitten. Wij zaten daar met 10 man. Ik sliep op de grond. We moeten het gewoon doen met de centen die we hebben. En dat is soms inderdaad wel lastig. Het is zeker geen vetpot. Dit hoef ik nooit meer te doen. Dit is de stem van Edwin van Kalken. Jarenlang het boegbeeld van het Nederlandse bobsleeën. Hij is inmiddels gestopt, maar zijn hart ligt nog wel bij de sport. Ik ben dus voor de kerstdagen gestopt. De laatste runs gemaakt in Koningszee. En de nood was eigenlijk vrij hoog voor het coachinggedeelte. En op het gebied van materiaal. Dus toegezegd om een aantal weken mee te gaan. En de kennis en kunde die we in de loop der jaren hebben opgebouwd. Toch door te geven aan onze jonge jeugd. Esmee Kamphuis, vorig jaar vierde op de Olympische Spelen in Sochi, is eveneens naar Winterberg afgereisd. Om net als Van Kalker de nieuwe lichting vrijwillig wegwijs te maken. Ik ben natuurlijk uiteindelijk redelijk onverwacht gestopt. Dus ik dacht dat ik dit jaar gewoon in de slee zou zitten en dat dit weekend hier mijn hoogtepunt moest worden met een WK-medaille. Dus ik had eigenlijk nog niemand gezien sinds Sochi, dus ik wilde heel graag nog eventjes iedereen persoonlijk dag zeggen en een beetje afscheid nemen. En dan vanaf 1, weet je, een stukje in laten lopen en dan vanaf het midden iets actiever eruit, dan van 2 een beetje voorbij gaan. En op zich, je lijn in 2 is gewoon hartstikke mooi. Op het einde een beetje hoog te krijgen en dat we dan 3 een beetje voorbij gaan. Middenin. Ik vind hem echt ontzettend fijn als coach. Hij werkt voor mij ontzettend goed. Esmee is hierbij gekomen omdat ze dat graag zelf wilde. En uiteindelijk heeft ze nog hartstikke veel taken gekregen die ze van ons over kon nemen. Dus die hebben we gewoon aan het werk gezet en die doet haar werk ook ontzettend goed. En dat is ontzettend fijn weer voor ons, zodat we ons geen zorgen hoeven te maken of alles wel oké is voor de wedstrijd. Zonder Edwin is het gewoon heel veel lastige situatie. En het is gewoon top dat hij ons kan helpen en hij doet het ook gewoon heel goed. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat er een generatie mis nu. Dat we nu echt van onderaf aan weer moeten bouwen. Maar tegelijkertijd, het zijn in onze sport nog junioren. Er zijn mogelijkheden. We hebben net de runs van Jurriaan gezien. En dat ziet er gewoon behoorlijk goed uit. Nu is het gewoon heel simpel. Je bent hier op de baan en dan zie je gewoon dat ze nog heel veel moeten leren. Jur die voelt heel goed aan wat er gebeurt en kan het ook heel goed weer eigenlijk omzetten. Dus als je hem een tip geeft, dan de volgende run heeft hij het opgelost. En Marije die heeft daar nog meer moeite mee met direct er wat mee kunnen doen. Maar ook daar zie je dus de verbetering in de loop van de week. En ik denk dat dat belangrijk is. De oude generatie probeert de jonge garde op een hoger niveau te krijgen. Ik hoop ook wel dat we de komende tijd wat kunnen investeren in toch een structuur weer om de teams heen zetten. Zodat zij zich kunnen richten op het presteren en in zichzelf ontwikkelen. En niet op alle randzaken, zeg maar. Jurriaan Wesseling en Marije van Huygenbosch hebben een lange weg te gaan. Van Huygenbosch wordt met haar remster Melissa Boekelman in de tweemansbob voorlaatste, 16e op dit WK. Bij de mannen wordt piloot Wesseling met zijn remmer Igor Brink 25e. Heeft de bobsleesport in Nederland met deze lage klasseringen nog wel toekomst? Zo makkelijk bij de pakken neer gaan zitten, dat doen we niet. En met z'n allen schouders eronder. Een grote sponsor kunnen we wel vinden. Edwin is het ook gelukt 4 jaar terug. Dus waarom ons niet? En volgende week zien we de mannen nog terug in de viermansbob. Daarna zit het seizoen erop. En zal ook duidelijk worden hoe de toekomst van het bobben in Nederland er verder uit gaat zien. Max Arndt of Germany leading a titanically tight race at the top. 3 to go in Winterberg, Germany. Jurriaan Wesseling of the Netherlands next up. Young driver in his first season of international racing. And his first World Championships. Edwin van Kalker at the back with the white towel, the recently retired Dutch driver. Big boys here, young, athletic. Just a matter of time before they start to figure out dry land training in the summer. Weight room, get a start time, 10 hundredths better. Basically, the entire Dutch program either retired or moved to other nations over the summer. And so these guys are all racing for the first time. Wesseling had 3 World Cup races in the four-man this year. Didn't make the top 20 in any of them. But he's out there learning the tracks and getting experience. And there's no other way of doing it, John. You've got to be racing. And you wouldn't know he's not finished in the top 20 in anything he's been in. The smile on his face, the enthusiasm, what you need. You got to have that passion. This kid's got it.
Well, they're the same as the rest of us. They're doing it for the love because there's no money. There was in Russia. There was in Russia. Did we win the 8,000 for being really good commentators? 135.5 at the bottom, still 84.2 miles an hour. The sleds are really flying here. It's unbelievable. Going into that 13-14 combination, it's just unbelievable. Even the, quote, slow sleds are well into the mid-80s. And personal bests and fastest time they've ever been down the track. All of that all adds into, it's a thrill-seeker sport. Look at something on the bottom of the sled. Bit of tape on the runner guard. Looks like the split there. Something going on, but... Well, this is the stuff they'll pick up. They'll be watching our YouTube broadcast. And hey, there you go. Lots of Dutch support here as ever for Team Netherlands. And a lot of support from the Winterberg crowd.